Wat een god. De koning is ineens een dominee, lees ik hier in de Volkskrant. De koning, onze eigen koning Willem van is ineens een dominee. Dag dames en heren, fijn dat u kijkt. Mansveld stapt op, maar het probleem blijft. Kent u die uitdrukking? Mansveld stapt op, maar het probleem blijft, dames en heren. Als je het rapport van de enquêtecommissie Vira leest, dan merk je eigenlijk dat de overheid, de NS, High Speed, ook van de NS, en vele anderen er een totale puinhoop van hebben gemaakt. Van die hele Vira van de hoge snelheidslijn. Het moet beter, is eigenlijk de conclusie. Het moet beter. Dit kan toch zo niet doorgaan? Maar, dames en heren, u zult zich afvragen, zal het beter gaan na het rapport van de enquêtecommissie? Zal het beter gaan? Nee. Nee, ik denk het niet. Alles gaat gewoon door. U kent de Nederlanders. Het gaat gewoon door. Het gaat gewoon door zoals het al tientallen jaren doorgaat. En weet u hoe dat komt? Nee, weet u het niet? Weet u het echt niet? Nee. Nou, ik weet het wel. Ik weet meer dan u, dat weet u. Ik wist ook al heel aan het begin van de Vira dat het een mislukking zou zijn. Weet u hoe het komt? Door de enorme treinenhaat. De treinenhaat die je bij de overheid aantreft. Je hoort ze vaak mompelen, die kuttreinen. Wat moeten we daar aan doen? Die kuttreinen, auto's zijn toch veel belangrijker? Dames en heren, de overheid, die worden kotsmisselijk van die treinen. Dat is de overheid. En ook de treinenhaat. Bij de leiding van de Nederlandse spoorwegen zelf. Ja, ook daar. Macht en winstdenken voert de boventoon. De afgelopen jaren, u weet dat, zaten er geen treinenliefhebbers in de leiding van de NS, maar treinenhaters. En de een die kwam van Schiphol. Nou, maar die vliegtuigen zijn toch veel mooier. Die gaat toch veel sneller en veel hoger. Een trein die kan helemaal niet stijgen. Nou ja, ik werk hier wel, maar ik heb er eigenlijk helemaal geen zin in. Zo iemand. En de ander kwam van de bloemenveiling. Ik heb er geen bloemen in die treinen. En ik vind, als er geen bloemen in de treinen zijn, dan heb ik er helemaal geen zin in. Dat soort mensen. Dames en heren, en ook de treinenhaat gaat ook gepaard met een enorm gebrek aan smaak. Daarom was die Vira zo lelijk, oh zo monsterlijk. En ook helemaal geen bagagerekken zaten erin. Er wordt niet eens over gesproken. Geen baarrijtuig zat erin. En zo monsterlijk. En daarom zijn eigenlijk alle Nederlandse treinen, al die intercities en de stoptreinen en de sprinters, oh, de een is nog lelijker dan de ander. Zowel van buiten als van binnen. Nederland heeft eigenlijk de allerlelijkste treinen van heel Europa. Zo kun je het samenvatten. Als je was in Europa geweest, bent in Frankrijk en Duitsland, dan kun je zeggen, Nederland heeft de allerlelijkste treinen. En bij de leiding van de NS was er de afgelopen tientallen jaren dus een enorme zelfhaat, destructief denken. Dames en heren, we hebben een prachtige hoge snelheidslijn waar we 300 km per uur op kunnen rijden van Schiphol tot en met Antwerpen. En wat doet dan de NS? Die zegt dan, nee, we huren geen hoge snelheidstreinen van Duitsland of van Frankrijk. Nee, daar hebben we helemaal geen zin in. Maar we gaan een bestelling doen bij Bombardier. En we kopen dan heel veel locomotieven die niet 300 km per uur kunnen, maar 200 kilometer, want wij lijden aan zelfhaat. En die zijn er in 2020 rij klaar, maar het zal wel 2025 of 2030 worden. En tot die tijd gaan we er heel lang over doen om van Amsterdam naar Brussel te komen. Dames en heren, heerlijk om aan je eigen ondergang te werken, zo denken ze. Misschien kan Rocher van Bokstel trouwens die idiote aankoop nog cancelen van die locomotieven die met 200 km per uur kunnen. Treinenhaat. Nederland heeft een enorm sterke autolobby. En die zet de laatste tientallen jaren de regeringen onder druk. De auto is veel belangrijker dan de trein. Treinenhaat. Eigenlijk moet de conclusie van de enquêtecommissie zijn, treinenhaat moet overgaan in treinen. Liefde. Liefde voor het spoor, dames en heren. Liefde voor het spoor. En misschien moet Frits Markman, ooit directeur van NS Internationaal, en een hele echte treinenliefhebber, moet die terugkeren naar de NS. Treinenhaat bij de overheid, bij de NS en ook bij de media. Ach, zeg, kom. Als een krant het over Frits
De Volkskrant, Frits Trein. Nou, dan kun je zeker voor zijn dat de journalisten treinen haten, is het Frits Trein. Je gaat ook niet van een raceauto zeggen, het is een Frits auto. Dat ga je ook niet zeggen. Als ze bij één vandaag zeggen dat er af en toe gaat er een boemeltje over die hele dure hoge snelheidslijn, terwijl er haast elk uur een Thalys met 300 km per uur overheen snelt, dan weet je dat ze bij één vandaag treinenhaters zijn. En steeds lees je ook weer in de krant dat er alleen tussen Schiphol en Rotterdam op hoge snelheid gereden wordt, terwijl de Thalys ook tussen Rotterdam en Antwerpen 300 km per uur rijdt. En bovendien is het ook nog een prachtige rit ook. Het is, ik zou zeggen, en het geldt eigenlijk voor heel Nederland, want heel Nederland heeft last van treinenhaat. Stop de treinenhaat, de treinenkots, de treinenwalging. Maar ga over op liefde voor het spoor, liefde voor de rails, liefde voor de treinen. Of zoals Bert en Ernie ooit zeiden, het is fijn in de trein, hè Ernie? Dames en heren, ik wens u een fijne voortzetting, treinenliefde en een aangenaam etensmaal zonder kankerverwekkende spekjes. Het is nog waar ook. Ja.